stops to speak. Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of later natuurlijk via de podcast. En we zijn nu live te volgen op Facebook. Zoek even naar de pagina van Motley, dan vind je ons en dan zie je ons hier zitten. Dan zie je bijvoorbeeld Hans Aarsman, mijn gast, hier zitten. En terwijl ik met hem praat, gaat Cas Egeli op dat gesprek reageren. Hij maakt live visueel iets op basis van wat we hier zeggen. Kun je allemaal zien als je nu inschakelt. En anders vind je het later terug op YouTube als je het terug wil zien. En aan het eind van de uitzending hoor je ook een project dat op Voor de Kunst staat. Frederike Kosman vertelt over het kaartspel over depressie dat ze heeft ontwikkeld. Als je het speelt, dan heb je een goede leidraad om over dat toch wel beladen onderwerp te praten. Maar eerst praat ik met Hans Aarsman. Hij is fotograaf en schrijver, maar bovenal fotodetective. Iemand die heel nauwkeurig foto's bestudeert en aan de hand daarvan probeert tot scenario's en verhalen te komen. Dat doet hij onder meer in zijn wekelijkse rubriek in de Volkskrant, de Aarsman Collectie, in theatervoorstellingen en op speciale kijkavonden. Hans, welkom. Hey. Leuk dat je er bent. Ja. Jij hebt eigenlijk jouw carrière, ben je eigenlijk begonnen als documentair fotograaf. En heb je veel gewerkt voor media, met onderwerpen, met series, met een artistieke visie ook wel. He, echt de fotograaf zoals we hem kennen. Ja, het bekende werk. Dus ik weet een beetje hoe het is om ergens een foto te nemen als je fotojournalist bent. Ja. 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 Op een gegeven moment heb je dat allemaal achter je gelaten. Ja, dat is een beetje het probleem met fotografie. Is dat het de vorm vind ik ingewikkeld. Het wordt gewoon altijd vorm. En op een bepaald moment gaan mensen zeggen dat de foto mooi is. En dan krijg ik al helemaal ramneigingen. Voor mij is het gewoon informatie. En ik botste elke keer tegen die schoonheid op. Dan had ik weer iets anders gedaan. Ik de camera een hele tijd, die periode scheef gehouden. Of ik had het, ik probeerde van alles. En elke keer kwam ik toch weer uit op een soort schoonheid. Het is iets waar je blijkbaar niet aan komt. En toen ben ik ermee gestopt. Maar waarom is schoonheid zo vervelend? Omdat het een dooddoener is. Schoonheid in de zin van een mooie foto. Ik noem het zelf het placementgevoel. Dus weet je, als iets mooi is, dan lijkt het ook vaak op een schilderij. Dat zeggen mensen er ook altijd bij. Mooi, het is net een schilderij. Nou, dan is het al helemaal afgeserveerd. Hè? Ja. Het is een stukje werkelijkheid waar je iets aan kunt afleiden. En een toedracht kunt bepalen. En zelfs een mening over kunt vormen. Dat is fotografie. Anders dan een schilderij wat in de studio wordt gedaan. Wordt gewoon geconstrueerd en geanceneerd. Ja. Dus ja, dat vind ik eigenlijk een veel meer interessanter aspect van de fotografie dan of het wel of niet mooi is. Ik let ook, als er maar veel op staat, als het scherp is en niet te veel schaduw wil, want er verdwijnen ook altijd dingen in. Mm-hmm. En voor mij is een foto eigenlijk een stukje bevroren werkelijkheid waar ik gewoon rustig 2 dagen naar kan kijken om te zien wat er nou aan de hand is. Ja. Dus je. En dan kom je vaak, als je wat meer tijd neemt, kom je tot een totaal andere conclusies dan dat je in eerste instantie dacht. Daarover zeker later meer, maar nog heel even die schoonheid. Want wat nou als die een heel mooi stukje van de werkelijkheid laat zien? En mij het mooiste, zeg maar, de mooiste verschijningsvorm van die werkelijkheid laat zien. Ja. Dan is dat toch ook mooi? Nou, dat is eigenlijk waar alle fotografen op getraind worden. Ja, dat wil iedereen. Ja, en dat is als je, zeg maar, de werkelijkheid neemt en wat je zou kunnen fotograferen in die werkelijkheid, wat een onderwerp zou kunnen zijn, is het een miljoenste gedeelte van wat er zichtbaar is. Dus we zitten eigenlijk met z'n allemaal, weet je, te tunnelvisie op dat ene ding dat er dan mooi uitziet. Een van de redenen volgens mij ook waarom. Ja, ik moet ontzettend oppassen dat ik niet leegloop. Maar waar zoveel mensen, fotografen, ook vanuit een gevoel van betrokkenheid naar de derde wereld gaan. Want daar ziet de wereld er nog uit als 17e-eeuwse schilderijen. Met mensen met veel plooien in hun kleren en veel stoffigheid. Daken waar gaten in zitten, dus dat je van het mooie strijklicht krijgt. Leme vloeren. Is dat de reden dat veel mensen naartoe gaan? Ik zweer het je. Dat zijn de foto's waar wij van zeggen, oh wat mooi. Maar wel zielig. Ja. Wat erop staat. Ja, ze hebben effect. Maar is dat ook echt de reden dat mensen... Nou, ze weten het niet. Ze weten het niet. Ah, okay. Maar het is gewoon hoe de wereld functioneert. Waar je schouderklopjes voor krijgt als je met die foto's terugkomt. Ja, omdat het past. In een soort sausje van betrokkenheid. Ja, het past in wat wij kennen vanuit de schilderkunst nog. Ja. Ah, ja. En toch heb jij ook... Fotokolonialisme eigenlijk. Fotokolonialisme. Mooi. Ik bedenk het nu hoor. Vind ik een goede term. Maar ik moet er gewoon over ophouden. Dit is eigenlijk helemaal niet interessant. Nee, nou ja, het vormt wel de basis voor waar je vervolgens mee verder bent gegaan, toch? Ja. Nou ja, het, ja. Het punt waar je je tegen afzet. Nou ja, het is niet... Het is meer waar ik me voor interesseer. Hmm. En waar ik me voor interesseer is dat ik eigenlijk continu... En dat maakt het leven ook leuk. Dat je continu om de dingen om je heen die je ziet afvraagt van... Wat is hier nou aan de hand?
Wat is de toedracht? Hoe is het gebeurd? Hoe gaat het verder? Wat is de oorzaak? Weet je wel? Wat is het gevolg? Dus zo kijk ik naar de wereld. En daarom hoef ik ook niet in een achtbaan te gaan zitten. Of naar Mexico te gaan. Of naar allerlei andere zogenaamd interessante plekken. Want het zit gewoon voor je neus wat het leven bijzonder maakt. En je het zou... kan een wachtkamer zijn, kan hier zelf zijn. Ja. Ja. Er gebeuren veel meer dingen dan je in eerste instantie... Ja, ik heb het idee dat onze fantasie daardoor ook veel te veel gericht is op wat spectaculair is en sensatie heeft. En dat we eigenlijk gewoon niet goed kijken van wat er allemaal voor spannend voor onze neus ligt. Heb je daar een voorbeeld van? Wat is een mooi verhaal wat je misschien onlangs hebt meegemaakt waarvan je denkt, ja, dat ziet bijna niemand. De verfvlek. Dus je gaat naar de Praxis of de Gamma of hoe heet die tenten allemaal. En dan haal je 5 liter emmer witte verf, want iedereen koopt altijd witte verf. En dat hang je dan aan je fietsstuur. En dat zit zo'n handig metalen hengsel zit eraan. Maar ja. Het hengsel is een beetje slap. En dus als je een eindje gefietst hebt, dan zakt het hengsel een beetje door. En op een moment wordt het bijna een soort driehoekje. En die T-stukjes die dan onder de rand van de emmer zitten, die schieten dan los. En eerst het beste stoepje dat je pakt, of iets met een hobbel, kan ook een brug zijn. Dan klapt die 5 liter opeens op het trottoir. En dan heb je dus die, wat ik dan noem, de moederplas. Dat is die 5 liter die daar dan ligt. Ja. Maar dan krijg je dus de uitrijpatronen. Waar iedereen vrolijk doorheen rijdt. Doorheen fietst. En ja. Waarom bij de ene wel, op de andere plek niet? En waarom krijg je kleinere cirkels daarachter en geen kleinere cirkels daarvoor? Elke verfvlek heeft zijn eigen toedracht en eigen ontwikkeling. En ik heb op Twitter kun je gewoon een hashtag verfvlekkenarchief. Doen mensen die sturen mij, als ze een verfvlek zien, sturen ze mij die op. En die wordt dan geanalyseerd. En dat, ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Je ziet zo'n vlek of je krijgt een foto daarvan. En waar begin je? Ik begin altijd eerst uit te zoomen. En dat is eigenlijk de hele truc van je fantasie aanzetten, is een combinatie van inzoomen en uitzoomen. Want je maakt snel een hele aanname, voor je iets ziet, denk je al, oh, het is dat. Het zijn zielige mensen in een hutje, of het is, dat is de vijand, of weet je wel, dat is mooi, dat is lelijk. En pas als je gaat uitzoomen raak je dat gevoel even kwijt, ook als je inzoomt raak je het kwijt. Dus dat doe ik eerst. Ga eerst altijd op Google Earth kijken van hoe het er van boven uitziet. Zie ik die verfvlek nog een paar jaar later of een dag later? Hoe ziet die eruit op Street View? In Amsterdam is er een soort policy dat ze zo snel mogelijk verfvlekken verwijderen. Wat ik heel erg jammer vind, want zo'n schip dat gestrand is een baken in zee. Hè? Dus iedereen denkt, oh ja, oppassen als ik direct naar de Praxis ga, dat mij net ook niet overkomt. Dus ik zou ze gewoon laten liggen. Ja. Maar in Amsterdam halen ze zo onmiddellijk weg. Ja. En dan vervolgens, nou, hier vlakbij is er eentje bij die brug. Daar, als je langs de Vondelkerk fietst, heb je daar de Costa-kade. Mm-hmm. Als je er overheen gaat, dat is een vrij grote brug, een fietsbrug. En daar lag laatst een vlek op. Er waren er eigenlijk een stuk of 6, 7. En aan de ene kant was helemaal leeg. Er waren bijna geen versporen. En als je boven de brug was, dan zag je naar beneden toe gewoon allemaal cirkels die steeds kleiner werden. Ah. En dan is de vraag van, waarom zit het aan de ene kant niet en aan de andere kant wel? Mm-hmm. En... Wie stempelt die cirkels zo door vanuit die ene moederplas? Ja. Nou, daar ben ik dan een tijdje mee bezig. En. Maar wil je weten ook? Oh, ja. Het komt als je door het midden van de cirkel rijdt met je fietswiel, dan pak je een groter gedeelte van die vlek op je wiel. Uh-huh. Zeg maar 1/3 pak je dan. En dan draai je door, 2/3 is schoon. En dan krijg je 1/3 geef je af. Ja. Dan heb je weer 2/3 schoon, 1/3 geef je af. Maar natuurlijk ook steeds minder. Omdat je gewoon aan de randen wordt verf minder. Dus je krijgt ook steeds kleinere afgiftes. En als je maar de zijkant pakt, dan heb je maar een veel kleiner stukje. Wat onder de verf komt te zitten van je fiets. Zeg maar 1/5. Dus je hebt een 1/5 pak je op. 4/5 niks. Dan krijg je 1/5 wel. 4/5 niks. En zo ontstaat dus die eerste 1/3 en die 4/5. Dat is de rand van de cirkel. En zo stempel je dus die cirkel door. Ja. Snap je hem? Zeker. Oh, ik zie hem ook voor me. Ja, maar hoeveel variatie zit er in zulke soort plassen? Oh, je hebt plassen die, waar je met 2 van die sporen ziet bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn plassen waar mensen gewoon van tevoren zien en eromheen kunnen rijden. Je hebt plassen waar mensen erheen rijden en er staat een auto naast. En dan krijg je spetters op die auto's. En dan kun je gewoon zien vanuit welke positie precies die spetters zijn ontstaan. Dus als ze dus schuin op een oppervlakte komen, dan worden het ovalen. Komen ze er echt rechtstandig op, dan worden het cirkels. Ja. Nou, zo kun je gewoon van allerlei dingen... En dat is dan weer gekoppeld aan wat er gebeurt als je iemand vermoordt. Want dan krijg je bloedspetters op de muur. En dan kun je ook aan de hand daarvan bepalen van waar precies de eerste messteek heeft plaatsgevonden.
Ja, want eigenlijk... Het heeft allemaal consequenties voor serieuze dingen. Ja. Als je maar niet van tevoren begint met ik wil iets serieus, dat is wel belangrijk. Het klinkt bijna als een geheim voor een leven. Het begin niet met de serieuze dingen, dan komen ze vanzelf. Ja, ja. Zo is het ook. Ja, in ieder geval, je moet dingen die nutteloos lijken, die zijn vaak heel erg interessant. Ja. Wat... Jij bent hier natuurlijk een beetje mee begonnen. Je noemt jezelf fotodetective. En dat is ook eigenlijk wat het is. Hè? Het scenario is achter, rondom de foto's. Ja, maar het zit niet zo in je fotografie hoor. Fotografie is gewoon een middel. Mm-hmm. Waarop de wereld, als ik al zei, stilstaat. Dus kun je hem goed bestuderen. En meer is het eigenlijk niet. Ja. En verder heb je schilderijen. Is ook interessant. Om te bekijken uit de 17e eeuw bijvoorbeeld. Het was toen de tijd ook fotografie. Want... Ze noemen het dan ook schilderen naar het leven. En daar betaalde je ook heel veel voor. Er waren niet zoveel schilders die dat konden. Dus het was zo letterlijk als wat. Dus als je een grote wat op je neus hebt, dan schilderen ze die gewoon mee. En zo heb ik, dat is ook wel grappig, want het is ook weer een poot aan wat ik doe. Zodat je hebt een artsopleiding en van het Radboud UMC, hè, de universiteit. Die hebben zo'n medische opleiding. En tegenwoordig is diagnose stellen wordt steeds meer protocolair. Hè. Dat zie je als je bij de dokter komt. Ze gaan steeds meer gewoon afvinken. En daar kun je 90% van de standaardgevallen kun je daarmee pakken. Maar 10%, en dat heb jij natuurlijk net, niet. Oh ja. Er zit een soort toekomst ook in die hele artsenij. Dat het door robots gedaan gaat worden. Er zijn al operaties die je, maar ook diagnose stellen kun je door robots doen. Maar die 10% waar het echt interessant wordt, ja, wat ik dan noem de niet-protocolaire diagnose. Dat is iets waar je artsen eigenlijk veel meer op zou moeten trainen. En dat doen ze in het Radboud UMC. En dan word ik onder andere en Jan Rothuis en Roy Villevoix, die geven daar een soort cursussen observeren. En ze zijn daar met een bus artsen zijn we naar het Frans Hals Museum gegaan. Want daar hangen al die Frans Halsen. En dan heb je dus die groepsportretten, maar ook de gewone portretten. Dus bij elkaar hebben ze geloof ik iets een paar honderd mensen gewoon geschilderd. En die hebben gewoon naar die schilderijen gekeken van wat hebben die mensen allemaal onder hun leden. Dat is heel interessant. Als in huidziektes of zo. Huidziektes, artrose, Parkinson, verlammingen, scheel, depressies, speciale ziektes in een ooglid. Natuurlijk, heel veel mensen zijn te dik. Je ziet ook, dat is wel grappig, waar de vrouwen bij, die zeiden van, god, het valt me heel erg op, die vrouwen die zo rond de 50 zijn, die hebben allemaal een waaier in hun hand. De overgang. Om een hoekje kijkt naar die kunst, kun je het opeens constateren. Ja. Nou, dat is altijd feest. Dat lijkt mij ook. En misschien kun je het een beetje ook wel aan de luisteraar uitleggen. Waar begin je met goed kijken? Als we dat eens als... Ja, dus inzoomen, uitzoomen. Inzoomen, uitzoomen. Uitzoomen. Dus, ja, omdat we leven natuurlijk in een wereld waar je de hele tijd moet beslissen van, oh, is dit gevaarlijk of niet? Overleef ik dit of niet? Of is dat iemand die het goed met me bedoelt of niet? Weet je, de hele tijd ben je aan dingen aan het inschatten, dus je moet heel snel beslissen. Ja. Maar heel veel dingen, is dat heel goed als je dat doet? Nou, of zo overleef je in het verkeer, maar ook kom je niet met de verkeerde mensen thuis. Ja. Maar als je andere dingen die je moet beoordelen, is het juist belangrijk dat je eventjes die eerste aannamemethode, die echt heel erg intuïtief is, als je die uitzet en dan... echt gaat kijken. En dat doe je dus door in te zoomen. Als je inzoomt, je pakt een detail. Behalve dat je het detail dan ziet, vergeet je ook de rest. Dus die eerste aanname, die ben je dan even kwijt. Oh ja. Zo, ik merk dat zo vaak, dat je dan... Ga ik gewoon met... ik doe het niet met een loepje, maar gewoon op de desktop gewoon uitzoomen of inzoomen. En opeens dan zie je denken, hé, dat bijt gewoon met de algehele indruk die ik eerst had. Dus dat doe je. En het andere is uitzoomen. En dat is gewoon Google Earth. En dan kijk in welke omgeving het is. Context, de omgeving. Ja, dus zie je het altijd zo'n verrassing van als je een foto ziet van iets, hoe zo'n straat eruit ziet, waar die fotograaf gestaan heeft, hoe breed het er eigenlijk is. Je krijgt een ongelooflijk onmiddellijk idee van het is nauw, het is, weet je wel, daar is een bochtje. Maar dan zie je opeens dat er rechts een hoek is waar mensen omheen kunnen lopen, wat allerlei andere consequenties heeft voor de toedracht van wat er heeft plaatsgevonden. Dus het uitzoomen is erg belangrijk. En wat weet je dan vervolgens als je die context een beetje kent? Zeg maar, laat dat jouw begrip van het beeld anders? Of wat? Nou ja, je krijgt meestal een totaal ander inzicht over wat er aan de hand is. Dus morgen staat er in de krant Naturalis. Dat is dat Natuurhistorisch Museum in Leiden. Die had in 2013 bedacht, wij willen ook een T-Rex. Dat is zo'n gigantische opvreeddinosaurus, hè, al die grote musea hebben. Ja. En er is hadden ze gewoon wat mensen verteld van, je moet even oppassen. Als je er ergens in Noord-Amerika is, een soort gebied waar ze wel eens worden opgegraven. En een paar maanden hadden ze, dus een spion had er een ontdekt bij een boer.
En die hebben ze toen opgegraven en die is uiteindelijk voor 7 miljoen dollar, euro is die overgebracht. Die boer heeft er 7 miljoen voor gekregen. En die staat nu, stond, en het, dat geld hebben ze bij elkaar gefietst met allerlei andere manieren, maar onder andere door hem ook af en toe uit te lenen. Dus nu is hij net gebracht met zijn eigen vrachtwagen naar Parijs. Dus er was een foto waarin hij werd opgebouwd. En dan zie je zo, hoe ze allemaal mannen bezig zijn met die... Dat zijn allemaal kerels, ja. Die dinosaurus aan het opbouwen zijn met die gigantische botten en noem maar op. En ik zat er eerst aan het kijken. Er stond een standbeeld van een man. Echt zo'n 19e eeuwse man in een hoek. Zo'n randje. Zo. Ik ga eens even uitzoeken waarom hij daar staat überhaupt. Daarbij dat... Het bleek dus een zooloog te zijn uit begin 19e eeuw. Die... toen ontdekte ze eigenlijk voor het eerst fossielen en ook van die grote beesten. Okay. En hij postuleerde voor het eerst van, dat zijn dieren die niet meer bestaan, die zijn uitgestorven. En toen kreeg hij gelijk de kerk op zijn nek, want de kerk zei, sorry, maar God heeft de boel geschapen. Die gaat echt geen dingen scheppen die ook weer laat uitsterven. Hè? Dat, wat denk je wel? Dus toen heeft hij vervolgens bedacht van, dat die grote dieren steeds het slachtoffer zijn geworden van de zondvloed. En waarop ik dacht, oh, dus waren ze zeker te groot om in de Ark van Noach te passen. Nou, dus zo begint er een beetje... heb je al een verhaal. Ja. En dan ontdek je opeens links in de hoek een hond. Dus je hebt dat grote beest met die botten. En dan ligt er vooral een hond. Dat is de gelukkigste hond op aarde. De gelukkigste hond, maar hij lacht met zijn pootjes zo heel braaf. En dan zie ik op de zijkant zie ik dan een soort, dat hij een hesje aan heeft. En dat blijkt dan een hesje te zijn van een blinde geleidehond in Frankrijk. Want het is in Parijs, hè. Dus het is een hond van een blinde, dus... Hier staan die blinden en dan zie je net zo tussen de armen van de fotograaf door de armen van degene die ernaast zit, maar alleen maar een arm. En er zit een bandje, een riem omheen van een camera, Nikon. Dus blijkbaar zit daar een blinde fotograaf. Nou ja, dan heb ik weer een mooie week. Dan is je... Want dit, en hier schrijf je dan het verhaal omheen. Dat is het verhaal, ja. Precies. En ook een filmpje voor de website ook, ja. De krant. Ja, zeker. Dat is volgens mij op YouTube dan weer te vinden. Hè? Dus ja. daar vind je extra informatie, eigenlijk jouw zoektocht. Kun je zoektocht en ook de beelden erbij en zo. Ja. En filmpjes ook weer omheen, ja. Jij ziet duizenden foto's per week, persfoto's. Ja, 4000 per dag. 4000 per dag, gemiddeld, ja. Wat maakt dat je denkt, ja, hier blijft mijn aandacht haken. Hier, deze komt erin. Nou, het is een combinatie van dingen die ik sowieso wel interessant vind. Dus ik ben erg van waar het leven nou vandaan komt. Dus dinosaurussen, dat ga ik sowieso. Oh, ja. En ik heb toen maar één keer een dinosaurus gedaan. Dus dat onderwerp is nu op. Maar er zijn er heel veel van die onderwerpen dat ik denk, dat moet ik eens in de gaten houden. En verder alles wat me vooroordelen niet bevestigt. Dus elke keer als je in het Midden-Oosten een vrouw ziet helemaal in zo'n burka met en de handen verdwijnen eronder onder, steken eronder uit en die heeft een helemaal benagellakt. Weet je, dan denk ik, oh ja, dat gooi ik even in mijn mapje. Super, ik heb altijd een map super en dan gooi ik ze dan een stuk of 50 in. Super. Ja, er kunnen ook erge dingen in zitten, dat is wel een beetje gênant. En dan en aan het eind van de week dan ga ik gewoon kijken welke moet het worden. Ja. En dan vaak wat onderzoeken en ook uitzoomen, inzoomen, tot ik denk, oh, dit wordt hem. En sommige die vallen dan weer af. Kost wel wat tijd. En dan gaat het er vooral om, waar zitten interessante dingen in? Dingen die je nog niet weet of waar iets aan te raden is? Ja, uiteindelijk toch wel waar een verhaal uit kan ontstaan. Ja. Ja. Nou zie je natuurlijk ook heel veel stereotypes, stel ik me zo voor, door al die persfoto's. Ja. Kun je er een paar noemen? Wat zijn de standaard... De archetypische persfoto. Ja, dat is wel eigenlijk wel gênant. Er zijn, ik geloof iets van 50 thema's eigenlijk in de persfotografie. En dan heb je mannen achter microfoons. Dat is de helft. Kun je weer een beetje... Politici. Ja. En maar ook bedrijven. Ja, mensen die ons vertellen hoe de wereld in elkaar zit en wat we moeten doen. Dat is, en dat zijn voornamelijk mannen. Ja. Mm-hmm. En dan heb je heel veel sport natuurlijk. Dat is ook de andere helft. Eigenlijk is sport de helft. Dan heb je heel veel celebs. Dus de prijzen die met elkaar uitreiken. En winkelopeningen. Maar ook premières. En allemaal van die zogenaamde hoogtepunten. Die allemaal met een promotioneel doel. Ja. En dan heb je dus heel veel G20's, G7, dat is allemaal weer mannen achter microfoons. Mm-hmm. Politici die met elkaar omgaan, dus dat heb je dan ook. Dan heb je de afdeling rampen. Overstromingen is altijd erg, aardbevingen is altijd erg, dat levert altijd goed beeld op. Weet je, zo. En zo kom je zoiets op zo'n 50 onderwerpen. En zijn het ook dan de poses die je herkent? Want je zou kunnen denken, oké, het nieuws waar wij in geïnteresseerd zijn bestaat nou eenmaal uit 50 onderwerpen.
Maar zijn het ook stilistisch, zeg maar, stereotypes die je om de oren vliegen? Hangt een beetje van het land af. Bijvoorbeeld China. Dat is ook zo'n vormding van fotografie. We houden van rijtjes, hè? Want het is dan als dingen in een rijtje staan, dan ziet het er lekker qua vorm uit. Richting schilderkunst. Ja. En dus dat houden van. Dus in China zijn ze heel erg van de rijtjes, omdat als er ergens een aardbeving is, dan komen allemaal mannen in witte pakken, komen dan zo het gebied inlopen. Nou, foto, 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 foto. En dan gaan ze in de cirkel staan, foto, foto, foto. Dus heel veel China is rijtjes. Maar ook orthodoxe joden die een of ander feestje vieren. Die is ook allemaal dezelfde pakjes aan en dan een rijtje. Dan wordt de paus die heeft een of andere inzegening. Allemaal die gasten allemaal in dezelfde pakjes en dan weer een rijtje. En de islam gaat allemaal bidden. Hup, heb je allemaal weer. Dus dat, ja, dat is dat vormthema. Dat gaat bij mij onmiddellijk ook de afdeling in. Hoeven we niet te kennen hebben al gehad. Ja. Zijn dat onschuldige stereotypen, denk je? Of nee. Vormen die ook echt ons wereldbeeld? Ik denk dat religie zichzelf verkoopt doordat het aansluit op hoe wij denken dat we ons tegen de chaos kunnen wapenen. Door het te bezweren met een soort schijnbare orde. Ja, precies. Ja. Dus dit is de visuele vertaling van er is niks aan de hand, mensen, we hebben alles onder controle. Ja. Die rijtjes. Ja. Oh, ja. Ja, het is bezwering. Religie is bezwering van de onzekerheid over het bestaan en niet met toeval om kunnen gaan. Ja. En de man achter de microfoon is natuurlijk ook een soort de held of de persoon die de oplossing kan brengen. Ja, hij is degene die vertelt. En er staan ook altijd in Amerika ook, zie je ook altijd ook weer hele rijtjes erachter. Hè? Dus er altijd als Trump iets tekent maar ook Obama doet er allemaal niet toe. Ja. Het is allemaal hetzelfde principe. Ik denk niet dat je het zomaar moet weggooien, want voor sommige mensen is het is een volgebakken orde heel goed. Ja. Maar niet voor een verhaal niet interessant. Voor mij is het niet zo. Nee, dat heb ik dat verhaal een keer. Kan je niet 10 keer vertellen, natuurlijk. Nee, ik heb het wel eens een keer verteld en nog een keer. Maar toen dacht ik, nou moet ik maar eens mee ophouden. Ja. Maar jou wil ik het graag vertellen. Nou, dat is fijn. Dat is goed om te horen. En hoe zit het dan met een Kim Kardashian en die bij Trump op bezoek is, wat het nieuws van de week is? Dan heb je toch een celebrity die bij de president van Amerika is. Eigenlijk vakjes die jij misschien had uitgevinkt. Maar zou daar geen verhaal in kunnen? Ja, dat check ik wel. Dat check ik wel. Maar dat zijn ook vaak dingen die zo van tevoren geproduceerd worden door allerlei bureautjes die zorgen dat het er allemaal goed en perfect uitziet. Nee. Dat je, of je moet het daar weer over hebben, wat ik ook weer vervelend vind. Maar dat check ik wel. Ik wist het niet. Wanneer is ze geweest? Ja, de afgelopen week. Oh, nou, Dat was groot nieuws. Oh. Er zijn handelsoorlogen ontketend, maar het ging in Amerika over Kim Kardashian. Kim Kardashian. Ja. Tijd is over gehoord. Oh. Nee, maar die ga ik wel even volgen. Ja, misschien. Ja, wel even weten. Misschien alsnog. Maak je zelf toch wel eens een foto? Gewoon? Heel veel. Ja? Ja. Met welk doel? Dagboek. En gewoon echt puur vastleggen. Vandaag nog gedaan? Ja, vandaag. Wat heb ik gedaan vandaag? Het weer fotografeer ik altijd. Oh. In die zin, je hebt op die bijenradar heb je dat ze dan het weer voorspellen, hè, 2 weken ver. En dat fotografeer ik. Dan kan ik gewoon zien wat er morgen weer bedacht is over volgende week donderdag. En wat er overmorgen bedacht is over volgende week donderdag. Dus ik probeer een soort. Ik maak ook veel diagrammen van dingen. Ik tel veel. Dus het is allemaal toedracht proberen te achterhalen. Ja. En op een speelse eigen manier. Hoe vaak zit het weerbericht ernaast? Dat is grappig. Dat valt eigenlijk best wel mee. Het is iets van 20%. Oh. En En ik heb ook gecheckt wat ze ook dus qua positief en negatief is wat er gebeurt evenveel als dat ze voorspellen. Ook al zitten ze dan op de dag zelf ernaast, maar ze houden dus wel een soort optimisme. Houden ze gewoon dat levelen ze. Hoe bedoel je dat? Als het weer gewoon 80% mooi is en 20% lelijk, dan zal in hun voorspelling is het ook 80% mooi en 80% lelijk. Hoewel dus de dag zelf ze ernaast kunnen zitten, maar ze zijn dus niet pessimistischer dan de werkelijkheid. Okay. En volgens mij houden ze dat ook in de gaten in zo'n algoritme. Ja. Oké. Wat ik me nog bedacht, hè. Je lacht zo van, nou ja. Nee. Grappig, dan zie je daarmee bezig gaat. Ja, nee, ja, ook dat. Maar ik zit dan voor. Ja, maar dat zit ik goed. Ja, dat zit ik goed. Ja? Dat is het effect wat. Ja, maar we hebben bij mij ook. Ik denk ook van, we slaan het eigenlijk op. Ja, moet je steeds tegen vechten. Ja, want het is weer. Ja, je weet gewoon niet wat het oplevert. Ik doe het al 2 jaar het volgende dagelijks van het weer. En bepaald ga ik dat gewoon, wordt dat wat. En wanneer heeft dat dan nut? Als het een theatervoorstelling bijvoorbeeld oplevert? Of hoe? Ja, gewoon als onderdeel van een theatervoorstelling. Ja. Kan het een rol spelen over voorspellen en bezweren? Want weer is gewoon ook
pure besweringen. Want als je het echt wil weten wat voor weer het heeft, dan moet je gewoon 's morgens uit je raam kijken. Maar ja. We gaan steeds meer kijken naar van wat de voorspellingen allemaal doen. Ja. Dus we worden gewoon getraind om mensen die zeggen van het gaat zo en zo gebeuren, en het weer is daar één van, om dat te geloven. Ja, De praktijk spreekt het zo vaak tegen. Dan moet je als mensen vragen van hoe vaak denk je dat het regent in Nederland procentueel? Op een schaal van 1 op 100, hè? Hoe vaak denk je dat het hier regent in tijd? Ja. 50% van alle tijd regent het? Nee, minder. 25? Ik denk 30. Ha! 6. 6%? Ja. Ja. Oh. Leuk, hè? Ja. Oh, wow. Wel hard, hè, dan. Ja, precies. Ja, dat zal het zijn. Cas, we gaan eens even kijken wat jij aan het doen bent. Pak de microfoon erbij. Hoe gaat het bij jou? Ik ben eigenlijk meteen aan de gang gegaan met iets wat aan het begin gezegd werd. Namelijk jou als detective, als het ware. En zoekend naar de context van een foto. Of een manier om meer clues te halen uit het beeld dat je voor je ziet eigenlijk. In mijn eigen werk ik vaak met museumruimtes. En eigenlijk had ik nu even mezelf een soort van de uitdaging gegeven van oké, maar hoeveel kunnen we dan verstoppen in het beeld dat je voor je ziet? Dus ik heb nu een sculptuur van Frans West voor me gezet op het beeld, als het ware. En nu ben ik aan het proberen een tentoonstelling te maken die zich volledig achter die sculptuur plaats vindt. Ja. Maar volledig, zodat hij onzichtbaar is? Of nog met zoals ik hem nu op mijn scherm voor me heb, is het zie je alleen de sculptuur van Frans West. Okay. En zodra de camera ook maar enigszins tilt van perspectief, zie je meer van de expositie als het ware. Ja, want we moeten misschien nog bij zeggen dat jij op een laptop aan het werken bent. Je werkt in een soort van 3D tekenprogramma. Ja, klopt. Ja. Okay. En uitspraken die je hoort, vormen die dan weer de basis voor wat er achter dat sculptuur terechtkomt? Ik vond het heel mooi dat je de schoonheid als dooddoener noemde eigenlijk. Omdat in de beeldende kunst is natuurlijk schoonheid altijd zo'n omstreden onderwerp geweest. En het is heel makkelijk om voor veel museumbezoekers in ieder geval om iets aan de kant te zetten als lelijk, dus het niet waard om naar te kijken. En dat is ook de uitgangspunt geweest om Frans West bijvoorbeeld hier op de voorgrond te plaatsen, omdat hij voor mij echt het symbool is van iemand die ik een hele goede kunstenaar vind, maar door iedereen, niet door iedereen, maar de meeste museumbezoekers afgeschreven wordt als lelijk, dus niet waard om naar te kijken. Ja. Hans, werkt het ook andersom, dat mooie dingen zijn vervelend, maar zijn lelijke dingen daardoor ook interessanter? Nee, het is gewoon een categorie die heel erg verwarrend is. Het is ook waar je, als je mensen vraagt van wat vind je ervan, dat is de eerste waar ze opkomen in die tweedeling, of het mooi is of lelijk. Ja, mooi. En waarmee je eigenlijk alle deuren van fantasie dichtgooit. Ja, wat is er nou aan de hand? Waarom staat het hier? Wat gebeurt er? Je bent alleen maar met mooi en lelijk bezig. Ja. Als je in de mazzel hebt, zeggen ze nou, knap opgekomen of zo. Dit is nou ook weer zo een. Zou je kunnen bedenken. Je weer verplaatsen. Oh, dat wou ik ook nog zeggen. Dat het zo belangrijk is je te verplaatsen in de situatie die je voor je hebt. Dus in de mensen die erop staan, doe ik ook heel veel. Dus stel je voor dat ik er ben. Dat scheelt ook heel erg. Ah ja. Als tip. Oké, dankjewel. Nou, Cas, we komen zo weer bij je terug. En dan kijken we of er al iets te zien is achter het standbeeld, of dat het echt zo blijft. Je luistert of kijkt natuurlijk naar Kunst is Lang met fotodetective Hans Aarsman. En Hans, dat is ook vrij letterlijk soms, detective. Hè? Bijvoorbeeld foto's van onopgeloste moordzaken. Bekijk je ook wel? Ja, daar hou ik ook erg van. Ja. Dus we hebben zo'n clubje waar we dat mee doen. Ik heb je kunt er overal foto's van moordzaken vinden. En dan kijken we er gewoon naar wat er gebeurd is. Scenario's bouwen aan de hand van wat je voor je neus hebt. Is er nou ook een volgende stap waarin de wereld helemaal fictie wordt voor jou? Ik bedoel, je schrijft. Maar schrijf je geen korte verhalen bijvoorbeeld? Of echt fictie? Nee, dat zou ik niet gauw doen. Ik lees ook bijna geen fictie. Nee. Wat maakt dan dat die ene poot in de werkelijkheid zo belangrijk nog is? Ja, omdat de check. Dus je hebt een aantal data voor je neus, gegevens, feiten. En dan vervolgens bouw je een aanname over wat er aan de hand is. En ik vind het spannendste dat je dan vervolgens, daar leid je af. Oké, als dat aan de hand is, dan zou ook dat moeten gebeurd zijn. Of als ik dan dit verander, zou dat moeten gebeuren. Als het die aanname klopt, dan check je dat in die werkelijkheid. Ja. Dat moment, dus zeg maar dat deductie en inductie, dat vind ik, dat is voor mij echt een feest.
ook als het dus ontkend wordt, blijkt dus niet te kloppen, dan moet je weer met een andere aanname komen, weet je wel, zo. En ja, in je fantasie kun je natuurlijk, heb je ook een logica, en die is ook gebouwd op ervaring uit de werkelijkheid, maar die is niet zo hard. Nee. Dus dan kun je van je schulen of zo. Of dan kun je, ja, dan kun je gewoon, je kunt een wereld bouwen. Ja, SF, science fiction kun je gewoon een totaal andere wereld bouwen met andere voorwaarden. Ja. Daarom hou ik ook niet zo van sport, omdat het ook een wereld is waar de voorwaarden gewoon geformuleerd zijn. Op een bepaalde manier, als het daar binnen klopt, dan is het oké. Maar het is niet zoals het op straat gaat, of in je hoofd, of in je leven, of in je... En dat vind ik spannend. Ja. Om daar je fantasie achter te krijgen, achter dat wat Gary Winogrand het banale van het bestaan noemt. Om daar achter de schoonheid van in de zin van hoe bijzonder de schepping is, wat er allemaal te ontdekken valt, hoe het functioneert, zo dit eindeloze hoeveelheid onopgeloste vragen. Ja. Ja, het is een feest. Maar dan toch nog even, mensen die een hele mooie natuurfoto maken bijvoorbeeld. Ja. Zij hebben die niet in beeld gedaan wat jij met je verhalen doet? Dus de mooie kant van iets wezenlijks beschrijven, maar dan in beeld? Ja, hoe zien die mooie natuurfoto's eruit van jou dan? Ja, nu moet ik even heel snel aan de clichés denken. Ja. Ik zie een spin in een bedauwd web natuurlijk. Ja, en een beetje, het is ook een beetje heijig, maar er is ook een zonlicht. Ja, ja. En ergens een hertje dat door beeld huppelt. Ja, ja, dat is waar. Oké, laten we het verplaatsen. Wat nou als je bijvoorbeeld ruimtefoto's bekijkt of zo? Daar zitten nog geen clichés in. Of dat, die zijn nog vers, als het ware. Dat zijn foto's van planeten. Ja, of de Hubble. Ja, ja. Daar hebben we de kunstenaars op gezet, hè? Want die foto's die vinden ze te saai om aan ons te laten zien. En dat zijn altijd visual artists, staat er ook op rechts onder, heel klein. Ja. Die hebben dus al die kleurtjes en al die leuke dingetjes zo eromheen, die titelontijntjes en die sterren dingetjes die je zo, weet je, zo uitstralen. Die zorgen ervoor dat wij zeggen, oh, het is toch wel mooi in de ruimte. Ja, bullshit. Ik dacht dat ik iets gevonden had. Ik serveer het lekker allemaal. Oh man, wat erg. En geldt dat ook voor beelden die je van binnen ziet, als het ware? Dus als je je ogen dicht doet en je ziet een soort van de visuele ruis? Nou, weet je wat het is? Het is wel schoonheid waar ik naar zoek, maar het is een ander soort schoonheid. Het is de schoonheid van het inzicht. De ontdekking. Dat je denkt, oh, het zit zo. Oh ja. Ken je dat gevoel dat het ook een soort... wat ik bij echt goede kunst ook heb. Dat je opeens denkt, oh, het zit gewoon zo. Zo moet ik er naar kijken. Ja. En dan overstijgt alle ideeën over mooi of lelijk. Ja. Daar gaat het er niet meer om. En dus het heeft eigenlijk niet zoveel zin om bij die oude indeling van mooi of lelijk te blijven hangen. Maar het is gewoon een ander soort schoonheid. En die iedereen wel kent. Maar je wordt niet als schoonheid gedefinieerd. Ik liet zelf het woord ook vallen schoonheid. Maar ik bedoel dus, ja, het is de schoonheid van de ontdekking. Dat je denkt, oh shit, ja. Hey, dat ik daaroverheen gekeken heb. Nou, te gek, nu weet ik het. Bij welk werk heb je dat? Welk kunstwerk heeft dat? Oh, ik ben een ongelooflijke liefhebber van Fieslin Wise. Love dingen, dat is van mij. Dat is, ken je dat? Het is die video van die dingen die elkaar steeds weer aansteken en doorrollen en zo. Met al het geknesper op de achtergrond. Ja. En ik vind hun evenwichtsdingen ook echt te gek. Ook die foto's van luchthavens. Echt mensen die zo ontzettend van het leven houden. In zijn vorm, zoals het echt is. Omschrijf er eens één met de luchthaven. Omdat alle kunstenaars ook allemaal moeten reizen. Want die gaan altijd naar allemaal van die plekken waar iedereen altijd weer hetzelfde wil zien. En dus zij hebben een paar moment bedacht. We gaan op die vlieghavens gaan we gewoon foto's nemen. En het is een van de boek geworden met luchthavens heet het. Dus dan zie je ook al die karretjes rijden. Weet je, die zijn overal weer anders. Het is heel beschrijvend, een heel soort brede foto's, panoramisch van een luchthaven, vanuit de passagiersterminal. Veel informatie? Veel informatie, ja. En die evenwichtsdingen ken je die? Dat is een aardappel met een vork erin en daar een glas op en uiteindelijk, een vervelende zondagmiddag heeft het vertaald, of een gezapige zondagmiddag of zoiets. Ah, ja. En dan, dat blijft dan net in evenwicht, gewoon al die dingen die er zo uitsteken. Ja. En dat vertelt dus iets, dat vertelt ons iets over de werkelijkheid. Of dat vertelt ons een soot van diepere waarheid, om het maar groot te benoemen. Nou, het zet iets open hoe je twee jongens met z'n tweeën een ongelooflijk bijzondere dag kunnen hebben. Ja. Door gewoon te spelen met wat dingetjes die je zo uit de bestekla haalt en uit de koelkast. En uit je pennenbakje.
Dat je dat even... Ik kan heel lang naar kijken van... Maar waarom valt dat ding niet om? Ja, zo. Ja, dus de meest banale middelen... maar die iets wonderlijks aanstippen... of die iets wonderlijks teweeg brengen. En wat ook... dat is misschien dan wat fantastischer... wat ik ook echt liefhebber ben... is Yves Klein. Dus die... De blauwe. En dat komt gewoon omdat hij... een hele rare theorie had... Hij dacht, we gaan dat materialisme achter ons laten. Dat is de toekomst. En daardoor, materialisme is de dingen die je kunt vastpakken en kunt hebben ook. En dat komt dus op de drie dimensies heeft. En we gaan naar een wereld die tweedimensionaal is. Dat is eigenlijk, daarvoor wilde hij, als je twee dimensies had, dan kon je ook zweven. Dan zat je ook niet meer vast aan de zwaartekracht. En zo kom je ook op die monochromen. Die hebben geen diepte, maar wel een diepte in een kleur. Maar niet een diepte in een soort... dat je met je tengels aan kunt zitten. Ja, dus de hebberigheid. Hij had ook tentoonstellingen die... Weet je wat, dan kon je een schilderij kopen... en dan moet je het in bladgoud betalen... en liet hij dat zo in de scène liet hij dat zo wegfladderen. Dus hij, het waren tentoonstellingen waar niks hing... waar hij alleen maar wat bedacht had. Dus is iemand die zo mooi zuiver vanuit een theorie... waar wat wel op aan te merken valt, zijn werk maakt... een wereldbeeld. En wat ik ook zo ontroerend aan hem vind... is dat hij was dus heel erg op blauw... en hij was heel erg op Maria... omdat hij ook natuurlijk een mens dat naar de hemel steeg, hè, met die hemelvaart. Ja. En toen hij al lang dood was, daar deed hij trouwens ook, ging hij ook naar Japan om te leren karate. Om te kunnen zweven, dat was ook het idee. Waarbij hij te veel amfetamine genomen heeft, waardoor hij uiteindelijk aan een hartkwaal stierf. Maar goed, en toen hij eenmaal dood was, toen een vriend van hem, die ging toen een bepaald moment ging ergens in het zuiden van Frankrijk, werd gevraagd om een beeld te restaureren. En er moest wat blauw op. En zei hij, ik moet even terug naar Parijs om het blauw te halen. En toen zei die non, die zei, ja, maar wij hebben hier wel, kwam eens een keer een man en die kwam met allemaal blauw aan en met goud in een doosje, en dat is het offer van Maria. En het was dus een doosje met Yves Klein blauw en bladgoud en al die dingen die hij altijd in zijn kunst gebruikte, die daar ook eens een keer als offer aan Maria had achtergelaten. Oh, wow. Zo echt dus, hè? Ja. Ja. Dus eigenlijk zie ik daar ook een soort parallel wat in eerste instantie idiotie lijkt, dat navolgen en dat serieus nemen en zo bij de belangrijke dingen van het leven komen. Ja. Ja, en ook met Schumer, want dat springen van die muur, dat hij zogenaamd dus kon zweven. Dus dat het hem echt gelukt was om twee dimensies te worden. Dat hij natuurlijk allemaal getrukte met die dag dat die pers dan te laat kwam, zogenaamd, zo weet je wel. Ja, ja maar een goede kunstenaar is een leugenaar. Een leugenaar natuurlijk, ja. Is dat een advies wat jij ook aan bijvoorbeeld de mensen aan de Rijksacademie geeft, die je onder je hebt? Als adviseur loop je daar rond. Ja. Moedig je ze aan om te liegen? Nee, wat ik eigenlijk doe, het is... je komt ergens binnen en mensen hebben verschillende dingen gemaakt. Hè, dus en dat laat je zien. En ik probeer eigenlijk... ze zoeken naar welke kant je op moet. Ik ken het zelf ook heel goed. Hoe lang het duurt voordat je denkt, oh, maar dat ben ik. En dat probeer je aan te stippen in die hoeveelheid. Van waar zit jouw gevoeligheid? Niet zozeer waar zit je talent, maar waar zit je gevoeligheid? En het zit natuurlijk ook erg gekoppeld aan wie je bent en hoe je ten opzichte van het leven staat. Mm-hmm. En dat probeer je te accentueren. Dat kan je ook naast zitten, maar het gaat in een gesprek. Probeer dat en dan... Maar ze moeten het zelf doen. Het is helemaal niet zo dat je... Daar doe ik helemaal geen uitspraken over wat ik mooi of lelijk vind. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat echt in dat je een soort spiegelt. En dat je de spiegel zo neerzet dat datgene wat heel erg die persoon is... en ook in zijn werk gewoon tot uiting komt... dat je dat gewoon het spotlichtje opzet. En wat is dan de gevoeligheid? Want als je zegt niet talent... Talent zou ik snappen van oké... Okay, nou, talent had ik gewoon blijven fotograferen. Ja, precies. Ja. Oh, ja. Maar schrijven ben ik echt een worsteling geweest. En fotografie ging gewoon van begin af aan al, blijkbaar een soort visueel gemak. Dat een trucje wat je kent. Ja, dat je gewoon heel snel ziet hoe iets driedimensionaals op tweedimensionaal vlak werkt. En gevoeligheid vervolgens? Ja, gevoeligheid is ongelooflijke voorliefde voor het stellen van diagnoses. Dus, en dan komen we daarbij. De volgende show gaat er ook over, die heet Dr. Aarsman. Ik had eigenlijk dokter moeten worden. Dat was mijn moeder, maar je weet hoe jongens zijn. Een paar woorden is eigenwijs. Maar nu ben ik eigenlijk wel een soort dokter geworden... omdat ik de hele tijd diagnose stel. Alleen heb ik dan geen patiënt in mijn wachtkamer... maar de rest van de wereld. Ja. Dat is het idee. En diagnose is als in dat er verhalen bij ontstaan. Maar zijn dit ook dingen waar je mensen echt mee helpt? Kunnen we de parallel zo ver doortrekken?
Nou, als mensen ziek zijn, dan kan ik wel eens een goede diagnose stellen, ja. dit is al gebeurd? Ja, dat gebeurt regelmatig, ja. Ja, ik heb biochemie gestudeerd. Ja. En dus ik weet wel het een en ander van de medische praktijk af. Ja. Ja. En dan zeg je dat vlekje daar op je huid, zou ik eens naar laten kijken? Of? Ja, maar dit is wel heel makkelijk. Ja, dat is te makkelijk. Dat is Sherlock Holmes. Dat is ook leuk, want die Sherlock Holmes, dat is eigenlijk mijn grote... Toen vond ik me weg door Sherlock Holmes. En terwijl ik dacht van, weet je, die verhaal, televisie is allemaal heel leuk, maar die boeken, dat eind 1900, kan niks zijn. Maar ik zat in huis, ik verveelde me rot en ik ben niet zo van de vakantie. En er lag dus een boek van Sherlock Holmes. En ik was echt gelijk verkocht. Het is zo... Nou, het is snel, het is spannend, het is scherp, het is grappig. En het is klierig ook. Het is tegen de establishment. Het is ook zijn succes ook geweest waarschijnlijk. Omdat in die tijd adel mocht je niet eens als getuige oproepen. Laat staan als verdachte of verhoren. Dus en de derde, als er een graaf in beeld komt bij Sherlock Holmes, dan heeft hij het altijd gedaan. Ja, dus dat is ook een de reden. Maar goed, die Arthur Conan Doyle, die schrijver, was arts. Watson is arts. Zijn hulpje, die de verhalen opschrijft. Waar hij dan, Sherlock Holmes, dan in de verhalen van Watson dan tegen hem zegt van ja, als jij het opschrijft, is allemaal veel te romantisch als Larikoek. Waardoor wij het gevoel krijgen, het is allemaal nog veel echter dan dat wij moeten horen krijgen van Watson. Dat vind ik ook zo geniaal. Yeah. Maar die Doyle studeerde medicijnen in Edinburgh in eind 1900, 1856 begon hij daar zo'n beetje. Het was net de tijd dat opkwam dat je mensen kon verdoven. Dus dat je niet gewoon in 28 seconden een been moest amputeren, maar gewoon rustig de tijd had om het goed te doen. En hygiëne. Vlak daarvoor gingen 3 van de 4 mensen gingen gewoon dood na een operatie door allerlei gangreen en allerlei infectieziektes. Dus toen begon het zo'n beetje. En hij kreeg les van een man, en iedereen kreeg les van die man, een chirurg. Die liet patiënten gewoon live op een podium komen. Zat een zaaltje met allemaal artsen, allemaal kerels nog in die tijd. En die moeten dan op hem aflopen. Hij gaf ze een hand. En dan zei hij, het is een kleffe hand of het is een koude hand. En dan hoorde je van wat voor een accent hij had. En hij zei, hij ruikt hiernaar uit zijn mond. En onder zijn oksels ruikt hij daarna. En dan moesten die studenten zeggen van wat die man of die vrouw had. Ja. Het is eigenlijk gewoon wat Sherlock Holmes doet. Hè? Alle verhalen, je komt binnen en je ziet en je monseert me op welke trein je genomen hebt. En hoeveel kinderen je hebt. Hè? Dat werkt toch altijd. En Doyle was niet zo rijk. En die was de klerk van die chirurg, Joe Bell. Dus die begon artsenpraktijk, dat ging niet zo goed. Maar hij had dit hele pakket aantekeningen over die colleges van die Joe Bell, had hij gewoon bij zich. En dat is eigenlijk het begin geweest van de Sherlock Holmes verhaal. Dus het is helemaal om de medische wereld zit het heen. Ja. En diagnoses stellen. Ja, nou, en die twee heb jij ook in je. Ja, toen ik Sherlock Holmes begon te lezen, ik denk, nou, dat ligt zo lang al op je pad. En toen viel opeens echt een kwartje in mijn hoofd. Ja. Nou wil ik eigenlijk afsluiten met wat nou de unieke kwaliteiten zijn van beeld versus tekst. Waar ligt de kracht van beide media wat jou betreft? Want je staat met eigenlijk twee benen in met één been in allebei. Tekst is goed om aannames te verzinnen. Dus je aannames kun je gewoon heel goed... Maar het blijft fantasie, hè, tekst. Het is oncontroleerbaar. En het vind ik zo leuk in de krant dat je, weet je wel... Wat mensen in de krant schrijven is een journalist. En die heeft het weer van iemand gehoord. En die heeft het weer gehoord van iemand die erbij was. Of misschien heeft die het ook weer... Dus je krijgt, weet je, allerlei belangen fietsen er tussendoor. Want tekst is in die zin gewoon onbetrouwbaar. Ik zie het ook alleen maar als een aandragen van mogelijke hypotheses. Niet iets afleiden over wat er echt gebeurd is. Niet als de waarheid. Een foto, tot op zekere hoogte, als er niet gemanipuleerd is, kun je gewoon... En je past ook op voor allerlei conclusies, omdat je niet kan zien wat er achter objecten op een foto staat en ook niet weet wat er voor gebeurd is en wat erna gebeurd is en wat er omheen gebeurd is. Dat weet je allemaal niet, dus daar moet je even mee oppassen. Maar toch heb je wel een stukje werkelijkheid voor je. Meer dan tekst. Dus foto is een betrouwbare als bron van gegevens dan tekst. In die ene split second die afgedrukt is. Ja. En als je voorzichtig bent, kun je... Ik ga ook wel eens uit de bocht dat ik gewoon te enthousiast voor ben, maar ik probeer altijd wel op te passen dat ik niet die gegevens verdraai of de conclusies trek die je niet kunt waarmaken. Ja. En iedereen, dat is ook zo leuk in de krant, iedereen, daarom krijg ik ook heel vaak commentaar van nee, dat klopt helemaal niet wat je zegt. Weet je, nou, iedereen kan het ook controleren zelf. Met tekst weet je dat gewoon niet, want je was er niet bij. Maar je kan ook zeggen, mensen controleren het niet, mensen hebben hun eigen waarheid daarop.
zien andere dingen. Ja. Letterlijk. Op een foto. Ja. En verbinden er andere conclusies aan. Dus is dat meer waarheid dan een tekst? Want ook daar heb je je eigen preoccupaties en je eigen voorkeuren. En ja. Je eigen... Maar die conclusies kun je gewoon, die zijn gewoon nu meer het intersubjectief. Die kun je zeggen van dat klopt niet, want enzovoorts. En je hebt als bewijs dat het beeld, het staat er wel of staat er niet op. Ja. Ja. Maar het is wel leuk, ik heel vaak, omdat ik het is echt zo'n tunnelvisiegevoel. Je hebt, bepaald, heb je het verhaal, heb ik het, hè? Zeg maar een dag denk ik, oké, hier gaat het over. En dan ga je het allemaal zo organiseren en dan ga je het schrijven. En omdat je dan in het verhaal zit, zie je sommige dingen gewoon niet. Wat had ik nou laatst? Waren een paar prostituees opgepakt in Duitsland en die hadden handdoek over hun hoofd. En die politieagenten die ze wachten, die waren gepixeld. En dat vond ik op zich al fascinerend, dat die prostituees niet vertrouwden dat zij ook gepixeld zouden worden. En dan wil ik ook altijd weten, hoe laat is het nou? Want er waren geen hoerenlopers opgepakt, dus dat vond ik altijd zo. S'morgens heel vroeg misschien. Mm. Ik zag een zonnetje staan en zo en heb ik die plek opgezocht waar het precies was. Dat duurde ook al een tijdje op YouTube of Street View. En op een moment dacht ik, oké, de zon staat hier en dan ga je kijken waar stond de zon op die dag op die plek. Dan kun je dan ook komen op sites opzoeken zo. En dus was het zo laat. Dus met heel veel moeite kwam ik op 9:30 uit. Ik trots natuurlijk, de helft van de tekst gaat over de hele zoektocht naar de 9:30. Ja. Dan krijg je gewoon op Twitter een berichtje van iemand. Heb je dat horloge gezien van die ene politieagent? Staat gewoon op 9:30. Dus ja, ik had het toch goed gedaan. Een halve dag geschil. Maar dan zie je, omdat je zo, weet je, je zit gewoon op die ene weg en dan zie je dat andere niet. Ja. Dat is een goede tik. Maar je hebt er nu veel meer plezier van gehad natuurlijk. Ja, het was een hele leuke zoektocht. Dat heb je zelf uitgevonden. Ja. Maar het is maar als bewijs dat je ziet een bepaalde... Dat heeft de politie natuurlijk ook bij alle dingen. Je zit in een bepaalde stroom. En het is zo moeilijk om dan nog eventjes zijweg in te slaan. Ja. En dan heb je gewoon iemand met een frisse blik voor nodig. Die aanname die jij dan weer hebt. Die niet heeft. Dus eigenlijk zouden we kunnen concluderen dat jij zegt... Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dat klopt. Dat een beeld is betrouwbaarder dan die 1000 woorden. Ja, ik dat vind, ja. Ja, ik vind het. Ik vind het, heb het altijd zo'n stomme uitdrukking gevonden. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar het is me niet wat het beeld. Je hebt heel veel beelden die er helemaal niks zeggen. En je hebt beelden die zeggen wel wat, maar dat hoor je niet. En je hebt beelden die. Hoe zit dat? Nou ja, omdat er naar geluisterd wordt. De mensen gewoon niet goed kijken. Of, dus ik weet het niet hoe je dat moet formuleren. Maar wat grappig is, wat ik dan eigenlijk het stomste vind, niet zozeer dat ik die horloge niet zie. Maar op de krant zei ze het al tegen me, toen ik de foto inleverde, zei dus die jongen die lithografie doet, Stan, die zei, heb je dat horloge gezien? En toen dacht ik ga dat gewoon negeren. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, dat vind ik het mooiste, dat je je onzekerheden er op een manier in fietst, dat je er gewoon zegt, hey, god, ik ben nu een halve pagina bezig, maar nu zie ik opeens, nu ziet die jongen van de lithografie, ziet opeens het horloge, nou, het klopt dus ook nog 9:30. Ja. Dat je dat dan niet bedenkt, daar sla ik mezelf over mijn kop. Oh ja. Dat je die ruimte niet hebt om uit je, ik heb het allemaal ontdekt nu en het zal dan allemaal wel kloppen. Ja. Dat je niet de nederigheid weer in kunt fietsen van, ik heb een fout gemaakt, maar ik draai hem zo dat ik er vooruit kom. Zou Sherlock Holmes dat doen? Nee. Nee, toch? Nee, dat doe ik niet. Nee, nee. Jij ook niet. Nee. Dankjewel, Hans. Kas, hoe is het afgelopen met jou, met het beeld en de achtergrond? Ja, het was mooi. Het kwam eigenlijk op een of andere manier heel erg samen met wat jullie zeiden over oncontroleerbaarheid en verzonnenheid. Ik ben namelijk gaan kijken naar de beelden die ik achter het beeld heb geplaatst in eerste instantie. En daarbij gaan schrijven waarom ik denk dat ik ze erachter heb geplaatst. Omdat ik er in eerste instantie min mogelijk over na heb gedacht. En beide beelden zijn nu een soort teksten verschenen die beschrijven waarom het beeld er zou zijn geplaatst. Al dan niet fictief. Over mijn eigen intenties als het ware. Ja. Wauw. Klinkt heel abstract waarschijnlijk. Nou, als ja, het ziet, ik denk dat mensen moeten het zien, maar ze zullen een hoop ook niet zien natuurlijk. Nee, dat is waar. Hoewel, er is nu de mogelijkheid, doordat de camera toch verschoven is, om de draai te maken en het uiteindelijk toch te zien wat erachter staat. Ja, je zit nu aan de zijkant te kijken. Ja, klopt. Jij kunt meekijken nu. Maar de draai... Komt-ie. Ja, ja, de draai kan gemaakt worden. Dankjewel. Ik vind het een schitterende visualisatie van wat we hier besproken hebben. Mooi. Dankjewel, Kas. Jij ook bedankt, Hans. Ja, graag. Dan gaan we nu door met Voor de Kunst. Dan sluiten we de uitzending mee af. Onze partner Voor de Kunst is dan aan de beurt de website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding.
En deze keer is dat Alles Goed, het kaartspel van Frederike Kosman. Frederike, ga lekker zitten achter de microfoon. Ja, Alles Goed, waar komt dat vandaan, die titel? Dat is eigenlijk iets wat mensen elkaar heel vaak vragen. Dat ze maar op een dag hoort dat je zo 10 keer vraagt, alles goed? Ja. Maar, nou ja, probeer het zelf maar eens echt eerlijk te beantwoorden. Is alles goed? Alles en nooit alles natuurlijk. Precies. Ja, maar volgens mij is het ook bijna niet de bedoeling dat je dat zegt, toch? Het is meer een soort formaliteit? Of? Ja, klopt. En dat is eigenlijk een beetje het grapje achter de naam van een project Alles Goed. Dat iedereen het elkaar altijd vraagt, maar nooit een eerlijk antwoord verwacht. Ja, ja, tenzij het echt misschien goede vrienden zijn of zo. Maar dat, ik snap dat de ingang is. En het gaat dan ook over depressie, dus zeker niet alles goed. Ja, klopt. Dat is inderdaad het project Alles Goed wil eigenlijk het taboe op depressie verminderen. En grotendeels door mensen aan te moedigen om wel eerlijk antwoord te geven. En je hoeft niet altijd tegen iedereen compleet je hart uit te storten. Maar wel dat je even nadenkt over hoe gaat het nou echt met je. En probeert meer interesse in elkaar te tonen. Ja, en depressie is natuurlijk een heel serieus en groot probleem. Waar eigenlijk weinig over gesproken wordt of moeilijk. En jullie hebben een kaartspel bedacht. Waarbij als je de kaarten trekt, je eigenlijk gewoon gedwongen wordt om erover te praten, toch? Dat is. Ja, nou is dwingen niet echt het soort manier waarop. Maar het is een hulpmiddel om een gesprek met elkaar erover aan te gaan. Kun je er eens eentje voorlezen? Wat staat erop? Ja, we hebben eigenlijk een heleboel. Het zijn allemaal verschillende soorten kaarten. Want we hebben 4 verschillende soorten. Omdat je het gesprek ook een beetje rustig wil opbouwen. En met 1 stip, dat zijn een beetje verkennende vragen. 2 stippen op de achterkant. Dan ga je al iets meer op de persoonlijke ervaring. En 3 stippen zijn de vragen die je eigenlijk niet durft te stellen. En als je dan toch even wat luchtigs tussendoor nodig hebt, dan heb je open rondjes. En dat zijn alles goedmakertjes. Om dus toch lieve, leuke dingen, zoals bijvoorbeeld bovenop ligt nu, wat is mijn beste eigenschap? Mm-hmm. Want het idee is dat je het spel speelt met iemand die je kent. Om toch ook weer die positieve kant, want daar richten we heel erg op. En het idee is eigenlijk dat je gewoon gaat verdiepen in wat is een depressie voor jou en voor mij. Als iemand met een depressie, maar ook juist als naaste. Omdat ook, het is heel zwaar voor de mensen in de omgeving als je iemand kent met een depressie. En het doel van het spel is om eigenlijk het begrip voor elkaar op te brengen. Zodat je elkaar zo goed mogelijk kan helpen in een hele lastige situatie. Noem eens een van die moeilijke vragen. Van die vragen die we eigenlijk niet durven te stellen. Wanneer bereikte je een dieptepunt? Wat deed je toen en hoe kwam je daar weer uit? Heb je er nog een? Eens even kijken. Wat vind je leuk aan het leven? En tijdens een depressie? Ja, dit klinkt heel grappig, want voor een heleboel mensen is dat misschien een hele makkelijke vraag. Ja. Maar juist tijdens een depressie kan dat zo ontzettend moeilijk zijn. Ja. Het antwoord kan zomaar niks zijn. Ja, precies. En dan. En ga daar maar eens mee om. Ja. Wie moet dit spel spelen? Kun je dit ook spelen als je niet per se een depressie hebt? Zeker. Het is, zolang er een depressie in je leven is. En dat hoeft niet die van jezelf te zijn, maar dat kan iemand in je omgeving zijn. Dat kan iemand die heel dichtbij of iets verder weg staat. Maar zolang een depressie in je leven is, is het relevant om dit te spelen. Om tot een beter begrip te komen. En het kan dus ook bijvoorbeeld 2 mensen die zelf allebei geen depressie hebben, maar wel allebei iemand kennen. Om te kijken, ja, hoe ga jij ermee om? Hoe ga ik ermee om? Want het is vooral, het gaat niet om feiten. Het gaat niet om wat is de DSM-verklaring voor depressie. Wat zijn de symptomen? Maar het gaat heel erg om, wat denk jij dat het is? Wat denk ik dat het is? En hoe komen we daarmee dichter bij elkaar? Ja. Wat zijn dingen die je absoluut niet moet zeggen tegen iemand die een depressie heeft? Je hebt natuurlijk de classic. Misschien moet je gewoon even een rondje lopen buiten. Oh ja, bewegen. Ja, kom gewoon eens een keer van de bank af. Eigenlijk alles waarmee je iemands lijden verkleint. Waarmee je eigenlijk zegt, ja, maar die ziekte of dat gevoel dat jij hebt, dat is toch eigenlijk niet zo erg? Want iemand is soms al jaren met een therapeut die daarvoor is opgeleid op zoek naar een oplossing. En dan komt iemand die je misschien nauwelijks kent, die zegt, oh, je hebt een depressie. Dan moet je gewoon een rondje gaan rennen. Zo weg. Ja, precies.
Dat is eigenlijk het naarste. Dan neem je eigenlijk iemand niet serieus. Ja. Het lijden van iemand niet serieus. Ja. Jullie hebben ook als soort van testcase, geloof ik, voor het spel opnames gemaakt. Tussen mensen die het gespeeld hebben. Ja, nou, dat is eigenlijk grappig, want het is andersom. Het is niet een test. Dat is eigenlijk hoe het spel ontstaan is. Want wat we eigenlijk doen met het Witte Bos, de stichting waar het project Alles Goed van is, is we doen impact storytelling. We gebruiken verhalen van mensen om maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen, waaronder depressie. En om dat te doen zijn we gewoon mensen met een depressie en iemand uit een omgeving in gesprek laten gaan. Precies dat eerlijke gesprek waar we het nu over hebben. En daarvoor hebben we vraagkaarten gebruikt voor hun om dat gesprek iets makkelijker te laten verlopen. En toen we die films lieten zien bij onze lancering, toen zeiden zoveel mensen eigenlijk, had ik die kaarten, had ik die vragen maar gehad toen ik het gesprek aan moest gaan? Of ja, kan ik die ergens krijgen? En toen dachten we, nou, laten we dat mogelijk gaan maken. Laten we dat gewoon ervoor gaan zorgen dat mensen deze tool hebben. Oké, schitterend. Laten we afsluiten met een gedicht wat hierbij past. Ja, dat is een gedicht dat ook op een poster van een van de tegenprestaties van de crowdfunding komt. Assistent, inderdaad, ja. En het heet Egeltje. Wil je me niet zien voor een keertje? Ik schreeuw niet om aandacht vandaag. Als ik mijn ogen sluit, iets langer dan voorgaande keren, loop dan van me weg. Wil je me laten voor een keertje? Vandaag ben ik een bolletje verdriet. Ik weet dat mijn pijn je prikt. Vandaag ben ik een egeltje. Dus laat me maar alleen. Maar alleen vandaag. Morgen ben ik egel af. En je weet dat ik op egeldag altijd waarschuw voor prikgevaar. Ik vind je lief. Prik je liever niet. Dus wil je me alsjeblieft niet zien vandaag? Dankjewel. Heel mooi gedicht en fantastisch kaartspel. Ga naar voordekunst.nl, zoek op het Alles Goed kaartspel. En dan kom je er. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Dank voor je komst. Dit was Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmotti.nl als je meer informatie wil over het werk van Hans. En daar zie je ook wat Cas hier live maakte. Of niet maakte natuurlijk. In ieder geval, je ziet iets. Laten we het daarbij houden. Volgende week zijn we er weer met Sylvie Zeilmans en Hewald Jongenelis. Graag tot dan.